De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de vernieuwing van Hilversum Noord. Vandaar dat op zaterdag 15 juni een bruisend wijkfeest werd georganiseerd. De middag werd feestelijk geopend door het optreden van Jong Beatrix. In die 10 jaar hebben woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen en de gemeente de wijk opgeknapt. Er zijn verschillende woningbouwprojecten geweest, woningen gerenoveerd, de openbare ruimte opgeknapt. En dat vieren we vandaag met de bewoners. Wat vindt u zelf van de nieuwbouw? Vind ik hartstikke mooi. Beter als dat die oude bouw wat er hier stond. Het is opgeknapt van de buurt hier. Zeker weten. Perfect zo. Netjes allemaal. Het wordt netjes bijgehouden allemaal nou tegenwoordig. Goed zo. En wat gaat er gebeuren met de oude huizen? Die blijven gewoon te staan. Als die leeg komen, dan worden ze verkocht. We geven de wijk terug aan de bewoners. Dat doen we met de opening van het nieuwe woondienstencentrum Lopez Diaz. Dat is een feestelijk moment. En natuurlijk zijn er nog een aantal projecten die gewoon door blijven gaan. Zoals het opknappen van de openbare ruimte. En ook de woningcorporaties blijven natuurlijk actief in deze wijk. Ja, Hilverzorg zit hier in de wijk met haar wijkteam en zorgt ervoor dat ouderen veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En nu met de opening van Lopez Diaz kunnen mensen ook bij ons komen wonen in hun eigen wijk. En dan is er 7x24 uur zorg bij hun dichtbij en kunnen ze zo zelfstandig mogelijk in hun eigen wijk hier blijven wonen. Op deze dag vonden er diverse activiteiten plaats. Klap op de vuurpijl, een grandioze loterij. De nummer 1, 2, 0, 5. En Wilma, die wil ik zelf geven, want ik wil er wel een kusje voor. Ja, ik hou van vrouwen. Applaus.